Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 ontvangen we een Nederlandse wereldkampioen in Nederland tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Die eigenlijk op het punt van beginnen staat. Het hele heisen is natuurlijk al ruim bezig met de Viaplay 10-daagse. En zeg je Viaplay, dan zeg je ook eigenlijk wel een klein beetje Jeroen Blekemolen. En samen met Jeroen gaan we ook vooruitblikken op die Grand Prix. Jeroen, in eerste instantie, leuk dat je er bent en fijn dat je even tijd voor ons wilde maken. Ja. Ik denk dat het een understatement is als ik zeg dat jij het circuit relatief goed kent. Ja, natuurlijk. Ik ben echt opgegroeid op het circuit van Zandvoort. Heel veel rondjes gereden. Alleen eigenlijk de nieuwe baan heb ik nog niet zo heel veel gereden. Met de nieuwe baan bedoel ik natuurlijk met de upgrades voor de Formule 1 die sinds 2020 er liggen. Met de twee kombochten. Ik heb er natuurlijk wel gereden, maar niet zoveel eigenlijk als sommige anderen. Maar uiteindelijk de baan zelf, de Tarzanbocht, noem het allemaal maar op. Ja, die ken ik als geen ander. Wat zijn de puntjes waar je als coureur vrij makkelijk kan verslikken bij het circuit? Ja, eigenlijk de hele baan. Het is nog wel een echte oldschool baan, zoals ik dat altijd zeg. Je hebt daar overal een heel klein strookje gras of grind en dan meteen de vangrail. En het is vrij snel, dus... één foutje en dat heeft grote gevolgen. Ze hebben voor de Formule 1 het wel iets veiliger moeten maken. Bijvoorbeeld bij de Tarzanbocht, als je rechtdoor schiet, kun je om de grindbak heen rijden. Maar dat vind ik eigenlijk een hele mooie oplossing. Hetzelfde bij de Hans Ernst chicane. Maar eigenlijk is dat heel mooi, want als je dan te laat remt, dan betekent het niet meteen dat er een auto vast staat in het grind. Maar het is wel een grote penalty, want je moet helemaal om die grindbak heen. Dus je bent zomaar 10 seconden kwijt. En die chicken run, zeg maar, daar. Dat hele grote stuk. Ja, je hebt dat ook in de Mastersbocht en de Hans Ernstbocht. Ik vind dat gewoon hele goede oplossingen. Dat zouden ze eigenlijk op meer circuits moeten doen. Want dan heb je ook veel minder gedoe met al die track limits. Je zegt het is echt een oldschool circuit, maar het is snel en het zijn heel veel verschillende dingen. Is er een circuit op de kalender of misschien die op de kalender heeft gestaan die je een beetje zou kunnen vergelijken? Of twee circuits wat een combi is van Zandvoort? Ja, nou goed, je moet een beetje teruggaan naar de wat oudere circuits, hè, de historische races. Maar daar zijn er niet meer zoveel van. Er zijn eigenlijk maar echt heel weinig circuits die echt natuurlijk gebouwd zijn. Hè. Zandvoort ligt gewoon in de duinen, het gaat omhoog naar beneden. Dat is niet zeg maar echt aangelegd als een circuit. Kijk naar een Paul Ricard, dat lag er ook wel, maar dat is vrij vlak. En dan is daar heel veel ruimte omheen om het veilig te maken. Maar eigenlijk weinig circuits zoals Zandvoort op de kalender. Misschien een Suzuka, dat is misschien ook wel zo'n baan waar je nog weinig uitloop hebt en waar foutjes grote gevolgen hebben. Denk je dat de 2022 bolides, die natuurlijk het close racing zouden moeten bevorderen, natuurlijk meer downforce, het ground effect, we kennen dat allemaal. Denk je dat die gaan zorgen voor een andere race ten opzichte van vorig jaar, als je die auto's vergelijkt? Ja, op zich denk ik het wel, want het inhalen lijkt iets makkelijker te gaan dit jaar. Dus de nieuwe regels hebben echt wel geholpen daarmee. Maar we moeten niet vergeten dat Zandvoort echt een moeilijk circuit is om in te halen. Je hebt twee DRS-zones, eentje is heel kort voor de Hans Ernstbocht en dan natuurlijk de laatste op het lange rechte stuk. Ik heb eigenlijk nog niet gehoord of ze de DRS al gaan of mogen gebruiken voor de Arie Luijendijk-bocht. Want dat was ooit het plan om door de kombocht te rijden met de achtervleugel open. Ik denk dat je dan wel een goede kans hebt dat je wat meer inhalacties ziet. Vorig jaar was Hamilton eigenlijk misschien wel iets sneller dan Verstappen. Maar je komt er gewoon niet voorbij. Het is zo snel Zandvoort dat je gewoon heel veel verliest. Maar het is sowieso beter dan vorig jaar. En ik denk dat we best wel wat kunnen verwachten daar. Dan even inzoomen op, je mag wel zeggen, voor de meeste fans Nederlands trots, Max Verstappen. Vorig jaar was natuurlijk een vrij spannende race. Hij werd ook natuurlijk overal werd hij uit de media, uit de publiciteit, uit de hype gehaald. Is er nu meer of minder druk nu hij terugkomt als wereldkampioen? Nou, ik denk voor hem minder. Hij zei het zelf al, ik ben nu, het doel is bereikt. Ik ben wereldkampioen en de rest wordt bonus. Nou, er komt nog heel veel bonus aan, denk ik. Want het is natuurlijk niet normaal wat hij aan het doen is. Hoe goed dat gaat. En ik denk dat hij heeft echt de kans om alle records te gaan verbeteren de komende jaren. Want nu zit hij in een auto die kan winnen. Voorlopig zal die auto nog wel competitief blijven. Natuurlijk volgend jaar komen er weer upgrades, maar de reglementen blijven gelijk. Dus je kan ervan uitgaan dat hij en Red Bull gewoon altijd kunnen strijden de komende jaren om die wereldtitel. En als je ziet hoe sterk hij nu is, dan gaan we hele mooie dingen zien. En hij staat er gewoon heel relaxed in, zeker nu. Hij heeft die voorsprong en dat maakt hem alleen maar beter. Dat zei Jos altijd al
van geef hem de beste auto. Dan wordt Max ook alleen nog maar beter in verhouding. Want natuurlijk met een betere auto word je sneller. Maar in verhouding wordt hij ook nog eens een stapje beter. Omdat hij het eigenlijk makkelijker krijgt. En nog minder ervoor hoeft te vechten. Je haalde net al even de naam van Jos aan. Ik denk dat dat misschien... We hebben het al regelmatig over hem. Maar misschien dat het eigenlijk te weinig gebeurt. Het is natuurlijk één ding dat als een paal boven water staat... Max Verstappen is een natuurtalent. Maar hoe belangrijk is die begeleiding dan nog van vader Jos geweest... vanaf kinds af aan in de karts en helemaal door tot naar waar hij nu is? Ja, ik noem het altijd een soort perfect storm wat die twee hebben gedaan. Jos is een echte gedreven, misschien harde leermeester geweest... Maar Max kon dat heel goed hebben en die vond het mooier dan mooi. Die combi was fantastisch. En toen ik zelf Le Mans reed met Jos, toen we in 2008 wonnen, toen was Max een jaartje of 6, denk ik, als ik het uitreken zo uit mijn hoofd. Die was toen ook aan het karten en eigenlijk was Jos al tijdens de 24 uur van Le Mans letterlijk op de radio alleen maar over Max aan het praten. Die op dat moment dus een kartrace rijdt. En het was nog maar een clubrace, weet je, dat was nog niet het WK. Maar toen al reed hij dus met 300 km per uur op het lange rechte stuk in Le Mans. En was hij aan het vertellen welke motor er op de kart moest met welke carburateur. Dus het gaf wel aan dat hij in dat stadium al echt met Max bezig was. 100% zoveel tijd ingestoken. Maar ja, heel mooi om te zien dat dat zo is uitgepakt. We hebben natuurlijk in Zandvoort niet alleen de Formule 1, ook de Formule 2, de Formule 3 en de Porsche. En er is ook een vraag, we hebben nu heel veel mensen gesproken, onder andere ook Allard Kalf. En ik moest aan jou vragen hoe jij nu het Formule 2 seizoen vindt. Want jullie doen regelmatig ook samen Formule 2, het commentaar daarvan. En hij zei dat het een bizar goed seizoen is. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, we zien prachtige races. Ze hebben daar best wel veel last van bandenslijtage. Dus die jongens moeten echt hun banden goed indelen. En je ziet soms dat het dan echt fout gaat. Een jongen die vooraan rijdt in één keer instort. En wat eigenlijk het leuke is in de Formule 2, het zijn natuurlijk gelijkwaardige auto's. Maar als je de geschiedenis kijkt, ook met de GP2's die er dan even bij pakt, was er altijd wel één team wat domineerde. Vaak was dat ART, vorig jaar was dat Prema. Maar nu is het eigenlijk elke week door elkaar. De ene week staat iemand op pole, die staat de volgende week weer 12e. En dat maakt het een heel mooi kampioenschap. Er zijn heel veel verschillende winnaars. En we mogen best trots zijn. Er staat natuurlijk gewoon een Nederlands team, MP Motorsport, eerst in het kampioenschap nu. En dat is echt knap, want het niveau is verschrikkelijk hoog daar. Focus weer even op de Formule 1. Wat voor race hoop je dat we gaan krijgen? Ja, goed, ik hoop eigenlijk op een wedstrijd zoals we die bijvoorbeeld in Bahrein zagen. Een gevecht tussen Verstappen en Leclerc, waarbij de leiding een paar keer wisselt, waarbij je slim moet zijn. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als de Mercedes goed meekomt. Is op zich ook nog wel een mogelijkheid dat Hamilton ook aansluiting vindt. Russell natuurlijk ook dichtbij. Ja, er zijn best wel wat kansen. Er is Carlos Sainz die ook sterk is af en toe. Niet zo constant misschien, maar ook wel vaak erbij. Dus het kan alle kanten op. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als het echt een strijd wordt tot de laatste ronde waarbij er veel ingehaald wordt. Het is voor commentatoren natuurlijk lastig om te zeggen van dit wordt het podium. Dus ik ga die vraag niet aan je stellen, maar... Insinueer een beetje, denk je dat Verstappen na de Grand Prix van Zandvoort een grotere voorsprong heeft op Leclerc of een kleinere voorsprong? Ja, nee, ik denk zomaar een grotere. Hij heeft alle kansen om te winnen. Maar ja, je mag Ferrari zeker niet uitvlakken. Ik denk nog steeds dat die auto qua basissnelheid verschrikkelijk snel is. Hongarije waren ze in één keer niet zo goed, maar waren ook rare temperaturen. Kan hier ook gebeuren. Hè. Het ziet er op zich uit dat het vrij warm wordt, dus dan zal Ferrari ook wel snel zijn. En als Leclerc dan een perfect weekend neerzet, kan hij ook zomaar gewoon die overwinning pakken. Maar goed, dat kan Verstappen ook. Dus het wordt denk ik tussen die twee heel spannend. Maar het zit echt dicht bij elkaar. Als je 2-3 tiende tekort komt qua setup, dan verlies je hem ook meteen. Dus dan sta ik meteen derde, vierde, vijfde. Omdat Mercedes nu ook aansluiting heeft gevonden. Dus dat wordt wel heel mooi. Hij belooft sowieso een mooi weekend te worden. Niet alleen maar om dan de Formule 1, maar ook rondom de Formule 2, Formule 3 en de Porsche-series die natuurlijk rijden. Ik neem aan dat jij ook heel veel te vinden bent rondom Zandvoort. En natuurlijk ook rond Viaplay, de Viaplay 10-daagse. Ja, zeker. We gaan natuurlijk volgen. Zij maken er natuurlijk een hele mooie show van. En terecht, de Grand Prix in Nederland is natuurlijk prachtig. En na 35 jaar, vorig jaar weer terug. En nu de tweede editie, helemaal normaal, zeg maar, zonder corona-maatregelen. Hoewel vorig jaar natuurlijk ook eigenlijk wel vrij normaal voelde. Maar ja, prachtig. Volle duinen ook dit jaar. Dus het wordt nog mooier qua aanzicht, denk ik. En als we dan nog een beetje mooi weer hebben, dan kan het helemaal niet stuk. Jeroen, ik wil je bedanken voor je tijd. Ik wil je heel veel plezier wensen. En ik zou zeggen, laten we gewoon binnenkort nog een keer nababbelen over de Grand Prix van Nederland. En al het moois wat nog komen gaat.
Ja, helemaal goed. Top. Nou, jij bedankt voor het kijken van deze video. Nou, via Viaplay kun je dus alle actie live bekijken. En ook via racingnews365.nl kun je als snelste de alle video's kijken en het allerlaatste nieuws. Vergeet je ook niet te abonneren op dit YouTube-kanaal, want ook wij zijn aanwezig in Zandvoort en maken voor jou de tofste video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.